Hij houdt daar helemaal niet van om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Maar wat Ron uit 's Gravenzande heeft gedaan is dan ook buitengewoon. En dat verdient alle aandacht. In oktober redde de marinier de 3-jarige Lotte van de verdrinkingsdood. Deze week meldt de marinier zich op het gemeentehuis, waar hij voor zijn heldendaad een medaille krijgt uitgereikt. Maar wie Ron daarvoor heeft voorgedragen, hij weet het niet. Nee, ik heb echt geen idee. In ieder geval niet iemand uit mijn vriendenkring of familie. Het gaat razendsnel, die bewuste oktoberdag in Naaldwijk. De 3-jarige Lotte zit in de auto als haar moeder even snel uitstapt en wat uit huis pakt. Precies op dat moment komt de auto in beweging en rolt de sloot in. Ron rijdt toevallig voorbij, trekt zijn kleren uit en springt het water in. Toegesnelde agenten gooien een hamertje waarmee hij een ruit kan opentikken om Lotte te bevrijden. Zonder de hulp van Ron was het waarschijnlijk helemaal fout afgelopen. Handelde Ron uit instinct? Ja en nee. Aan de ene kant zit het wel in mij om sowieso mensen te helpen in bepaalde situaties. En daar waar risico's zijn, dan wel dat ik echt de helpende hand kan bieden, doe ik dat sowieso. Maar dat geldt niet alleen voor mensen, dat geldt ook voor dieren. Wat dat betreft zijn we al met allerlei dieren thuisgekomen en hebben die ook weer weggebracht naar onder andere vogelopvang. Want ik heb ook met mijn vrouw met een zwaan in de auto gezeten. De bescheidenheid straalt van hem af als hij bij burgemeester Bouke Arends aan tafel zit. Hij ziet zichzelf helemaal niet als held. Het krijgen van de bronzen medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen noemt hij bijzonder. En de medaille krijgt een mooie plek thuis. Na het hele incident ben ik uitgenodigd door de commandant van Gentkazerne. Die heeft ook gemeend om een medaille uit te reiken uit naam van het Korps Mariniers. Die staat nu in de kast, zichtbaar in de kast. En ik denk dat deze daarnaast gaat komen.